Mijn gasten zijn dit keer Kamal Karmarsh en Jan Linzen. Kijk, de Kamal. Trok op niks. Weet je wie de aan de jaar zou moeten doen? Jan, deze man hier. Deze man. Hij snapt comedy. Kamal doet sinds enkele jaren de oudejaarsconferenzen op de Vlaamse TV. Daarnaast is hij elke week te horen op de Vlaamse Q Music. En hij maakte ook al tv-programma's vanuit zijn achtergrond als econoom. Jan Linzen is een Vlaamse stand-up comedian die heel veel speelt in Vlaanderen. En hij is als tekstschrijver, regisseur en voorprogramma een vaste partner van Kamal. Voor we beginnen is het heel tof als je even op abonneren klikt en klik dan ook op die bel. Geef een duim omhoog en laat een bericht achter in de comments, bijvoorbeeld wat je favoriete donut is. Waarom vertel ik straks halverwege, doe nou maar gewoon. Oké, heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Kamal Karmarsh en Jan Linzen. Kamal, wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet bij een benefietshow voor medewerkers, volgens mij, van een dakloze opvang hier in Antwerpen. Daar hebben wij ooit voor het eerst samen gespeeld. Waar was dat? De Costa, denk ik. De Costa, in de inderdaad. Costa. Ja. Dat was voor Bas toen. Ja, dat herinner ik me nog. Bas Bierke, ja. Inderdaad. En in mijn hoofd was jij een jaar daarna al gewoon heel groot in Vlaanderen. Dat valt wel mee. Nou ja, daarom zeg ik in mijn hoofd. Ja. ik weet niet hoe rap dat gegaan is. Nee, dit is, ja. Vertel, je was nog wel... Ik was benieuwd, want wat... Kijk, bij Jan ben ik bij jou volgens mij een van jouw allereerste optredens geweest. Want daar hadden we het net nog vooraf over de Comedy Mania, de comedywedstrijd in Limburg. Waar ik, ook weer Bas Bierke trouwens, die presenteerde dat hele traject. En ik ben daar één middag geweest... Als gastdocent. Als gastdocent. Ja. Ik heb geen idee wat ik in vredesnaam daar te doseren had. Er is mij ook niks blijven hangen. Ik wil eerder dat je nog een snor had. Oh, wauw. Ja. Dat was november. Dat heb ik één jaar gedaan. Ah, oh, cringy. Dat was heel slecht. Maar dat weet ik. En ik weet dat jij daarna ook gewoon het circuit in bent gegaan, zeg maar. En gaan spelen op... Overal. Op overal en op zo'n beetje alle mogelijke plekken. En ook nog met de Culture Comedy Award. Ah ja, juist. Ja. Waar ik wel gelijk aan moet denken. Volgens mij deden jullie ook ooit want het was een comedywedstrijd in Nederland en Vlaanderen. En jij had de finale gespeeld. Je speelde in de finalistentour. En je bent nog eens bij mij blijven slapen na een show in Bellevue in Amsterdam. Ja, dan hebben we twee... Drie avonden aan elkaar, denk ik. Ja, jullie deden twee of drie avonden. Ik weet dat we in ieder geval één avond heel erg dronken zijn Amai. Geworden. Wakker zijn geworden Amai. Met echt een enorme kater. Ja, juist, man. Oho. Volgens mij is dat nog toch zo'n kleine kroeg langs, of de cafetaria van de Bellevue zelf, is dat dan? Ja, de Smoeshaan, befaamde artiestenkroeg. Zo noemt hij. Zij dronken bier en ik dacht... La Chouf zal ook wel gaan. Het was een hele gezellige avond. Hoe vond jij spelen in Nederland? De vraag was naar... Ik vond dat altijd heel leuk. Ja. Ik had er eigenlijk in het begin altijd schrik van of zo. Omdat ik ben in Mazeik opgegroeid en er zaten heel veel Nederlanders bij ons op school. Die waren altijd zo met de Belgen aan het lachen. Ik dacht van... Ja, want Mazeik ligt in Belgisch Limburg tegen de grens van Nederlands Limburg. Ja. Maar dat was eigenlijk compleet tegenovergesteld. Dus Nederlanders lachen al omdat je een schattig Vlaams accent hebt. Dus, zo. En dus je hebt er altijd al een streepje voor. En die shows die waren altijd wat beter geregeld dan meestal hier in Vlaanderen, zo qua setting, zal ik zeggen. Ja, oké. Okay. Dus maar niet qua backstage. Ik wou zeggen, op het podium. Dat zijn twee dingen die moeten scheiden. Ja. Vertel. Gierig, man. Dat scheelt niet veel. Of je moet zelf bijbetalen voor je microfoon. Of... Dat is niet oké, man. Zeg dit alsjeblieft niet hardop. Want er zijn nu een paar theaterdirecteuren die luisteren en denken... Dat is een heel goed idee. Deze man heeft economie. Die weet waar hij... Nee, nee, huur van het podium. Ja, je huur moet... Ja, zeker een half uur... Als wij het doek moeten openen. Nou ja, je hebt... Ik weet überhaupt niet of dat in Vlaanderen ook is. Maar je hebt in Nederland een aantal theaters waarbij je gewoon...
zelf eigenlijk de zaalhuur betaald. Ah, ja? Dus de inkomsten van de eerste, zeg 15 tickets of zo, die betalen de zaalhuur. En pas vanaf dan ga je er zelf als artiest aan verdienen. Ja, is niet het businessplan van live comedy? Ja. Niet? Dat is toch basically... Dus eigenlijk moet je dan als artiest een zaal huren en eigenlijk organiseer je het zelf. Ja, behalve dat dit zijn wel gewoon bestaande theaters. Die gewoon, want live comedy is een organisator. Ja, dat is een privé. Maar die doen shows in grote zalen. Ja, ja. En dat is ook wel met name die zo'n zaal ook wel kunnen vullen. Ja, zeker. Dus in die zin snap ik dat. Nee, maar dit zijn gewoon een paar kleine theaters met zeg 100 stoelen. What? En jij neemt dus zelf het risico als artiest om daar te spelen. Zotte. Ik zie heel vragende blikken nu. Als jullie diezelfde redenering door hebben getrokken in de zorg, snap ik waarom jullie in lockdown zitten, z'n maat. Snap ik waarom. Fucking hell, man. We hebben een bed, ja, en daar wilt u ook verzorging bij. Dat kan. Wil je een Baxter? Ja. Wilt u aandacht, meneer? Dat kost toch wel wat? Nee, ik vond dat soms wel heel frappant, ja. Dan kwamen we dikwijls aan en kregen we onmiddellijk een drankbon. Daar werd zo uitgedeeld, zo eentje voor jou. En dat stond daar zo de technieker die meeging op die tour. Weet je die gast weer? Ja, ik weet niet wie je bedoelt. Jij bent de technieker. En die werd dan overgeslagen omdat hij dan al drinken had gehad of zo. Oh, echt? Echt. Oh. Dat was echt zo. Dat kan toch niet, man? Het erge is ook, je vertelt het en het verbaast mij niet dat dit gebeurt. Fucking en, ja. En ik ben in Vlaanderen ook wel op plekken geweest dat je drankbonnetjes krijgt. Maar dan is het altijd met... Moet je er nog hebben. En zeg maar als ze op zijn, ja, dan krijg je er nog. Ja. En je denkt, waarom geef je ze me dan? Dat is gewoon eigenlijk... Helemaal niet nodig. Dat is gewoon het gevoel van administratie te hebben of zo. In Antwerpen of in België zeggen techniekers, als dat zou gebeuren in België, wat zeggen die dan? Geen drank, geen klank. In een drankje, in een klank. Top systeem. Heb jij ook wel in Nederland gespeeld, Kamal? Niet veel, wel een paar keer, maar dat is eigenlijk nooit goed gegaan. Dus, nee, maar nu heb ik het volledig afgezworen. Ik denk dat ik in het begin wel een paar keer... Mensen zagen mij hier aan spelen en zeiden, kom eens bij ons spelen in Nederland. En dat was in Rotterdam, dat weet ik nog, dat was in zo'n koffiebar van Ferruk. En dat was dat zo, ja, dat was dan voor Marokkanen en Turken en shit, maar... Ja, dat ging echt niet. Want ik begon aan diensten vertellen die in België goed werkten, maar zo, ja, ik was ook nog pas bezig, dus referentiekaders, dat snapte ik allemaal niet. Ja. Dus in mijn hoofd, Samson en Geert, dat kende iedereen, maar ze kennen dat wel, maar niet op dezelfde manier als dat wij dat kennen. Niet met alle nuances en verschillende personages. Ja, je moet wel alle lagen van het programma Samson en Geert kennen natuurlijk. Ja, het is een heel diep programma, maar ik vind dat nog altijd. Allee, er zitten veel verborgen tips in, want allee, maar zie, dat bedoel ik dus. Kijk, dus daar liep het ook in Nederland fout. Maar het lag aan jou, Kamal. Meneer, je hebt de afgevaardigde van de minister. Ken je de afgevaardigde van de minister? En Samson noemt hij de afgevaardigde van de verkwister. Ja. Snap je? En ja. Alberto, dus die noemt hem altijd Albert. En dan zegt hij, nee, het is Alberto. Maar hij zat toen nog half in de kast. Dus dat was een Alberto homo. Dus hij riep zijn geaardheid en niemand wou hem zo noemen zoals hij echt was. Dus in mijn hoofd was die shit diep, man. Maar in Rotterdam snapten ze het niet. Wat je bedoelt. In Rotterdam dus niet. En dan heb ik ook één gespeeld voor Jan Jaap. Hij had mij eens één keer gevraagd om zijn voorprogramma te doen. Ik ben nu vergeten waar het was, maar die shit ging echt niet. Dus ja, Nederland is een beetje trauma voorlopig. Dus ik heb daar nooit meer durven spelen sindsdien. Ik ben wel nog een paar keer mee geweest naar de Toemler, omdat Arbel Ayashi, die ken je wel? Ja. Die moest daar spelen. Waarschijnlijk moet je audities doen in de Toemler en dat soort dingen. En dan ben ik wel altijd mee geweest. Om lid te mogen worden van de Comedy Train, het gezelschap wat bij Toemler hoort. Ja. En dan heb ik Arby een paar keer zien spelen en ik dacht, no way in hell dat ik dat ga proberen. Dus Nederland is even nog ver van mijn bed. Ik ben nog niet goed genoeg in België, laat staan dat ik nu even ga pretentieus in Nederland ga doen. Maar dan zo als voorprogramma mee met Jan-Jaap van der Wal... Jan-Jaap speelt niet in kleine lullige zaaltjes, dus dan heb je ook wel gewoon in een theater gestaan met minimaal een paar honderd man. Ja, dat was 200. Dat was denk ik nog een vroege try-out van zijn nieuwe show. En hij vroeg me inderdaad mee. En dat was ook de laatste keer dat hij mij mee vroeg. Maar
Maar wanneer was dit in jouw carrière, zeg maar? Was je toen net begonnen of hoe lang speelde je toen nog? Nee, nee. Hè. Ik ben nog redelijk jong. Allee, hoe lang doe ik het nu? 2013, 14, dus 7, 8 jaar. Ik denk dat het zo jaar 2, 3 was. Zo, hè. Dus hier, nog niet echt doorgebroken, maar begon het al wat te bollen. Zogezegd jong talent, dus ik neem het jong talent eens mee naar Nederland. Ja. En daar ben ik geen jong talent. Daar was ik een saaie indringer. Dat was ik daar. Dat was cringy, maat. Putain. Ik had het verdrongen, nu haalt je dat terug naar boven. Dat is exact wat ik in deze podcast doe. Herinneringen ophalen aan shows die je liever was vergeten. Nee, maar dat lijkt me inderdaad cringy. Want je gaat mee met Jan Jaap. Je weet dat hij in Nederland populair is. In Vlaanderen ben je lekker aan het spelen. En dan denk je, nou, ga voorprogramma doen. Leuk. Dat is het gevaar, hè? Want ik zal eerst laten zien wat ik allemaal kan. Ja. Dan alles dood. Maar dan ben je bezig en dan merk je na 5 minuten... Ah, ver, nee. Zit je te wachten op een Fries met een hazellip. 15 seconden. Ik voelde al bij de hallo, dit werkt niet. Het ergste was, ik kende Jan Jaap nog niet zo goed. Hij zag me spelen, hij vond het leuk. Dus hij dacht, ik neem hem eens mee om te bonden. Dus ik was zelfs nog eens bezig met het publiek in Nederland. Ik wou nog scoren voor Jan Jaap. Oh, maar dat is helemaal pijn. Ja, ik herinner me dat ik naar huis ben geweest en alleen Jan Jaap zat gewoon de hele tijd in mijn hoofd. En ik herinner me ook nog dat mijn auto, de verwarming toen kapot is gegaan. Dus je zit al half depressief in je auto, de verwarming ging niet, het was super laat. Moest ik gaan fucking helemaal naar België, helemaal koud. Mijn ziel was koud, alles was koud. Ja, dus het heeft lang geduurd. Ik heb nu nog altijd een soort van, als ik Jan Jaap nog op straat tegenkom en hij zegt, nou, hallo man, dat zeg ik allemaal... Ik kijk altijd nog een beetje naar de grond. Sorry, sensei. Sorry. Oh, kapot. Oh. En Jan, jij doet ook heel vaak het voorprogramma van Kamal. Jullie werken heel veel samen ook aan de shows. En jij regisseert de shows. Ja. Kamal zei, Jan is te bescheiden. Hij is te bescheiden, dus ik ga het gewoon zeggen. Jij regisseert de shows. Ik zeg soms dingen die blijkbaar regisseurs ook soms zeggen. Kamal, trek je broek uit. Ja. Aan, meester. Ik heb het terug aan. Toch maar aan, dat ben ik beter. Nee, maar jij doet ook vaak het voorprogramma als jullie samen zaalshows doen. Heb jij het ook wel eens gehad dat je voorprogramma van Kamal doet en dat de zaal overduidelijk denkt, wij zijn niet gekomen voor een Limburger, wij zijn gekomen voor Kamal? Ja, dat is af en toe, ja. Meestal lukt het wel. Maar er zijn ook af en toe avonden tussen dat komt koud op. Mensen weten niet dat er een voorprogramma is. Ik vraag het ook niet om, dan ben jij slecht, want ik weet wat je kan en hoe lang je speelt en wat je doet. Ja, Maar ik kan me ook voorstellen, zeker omdat jullie zoveel eraan samenwerken, dat het... Hoe is het, laat ik het als vraag stellen, hoe is het als jij als voorprogramma het gewoon... Laat afweten. Nee, maar of het gaat gewoon minder dan dat je weet wat je in huis hebt. Maar dat je wel weet, ja, maar mensen, straks komt Kamal en jullie gaan heel hard lachen om dingen die hij zegt, waar ik ook gewoon aan mee heb gewerkt. Dus technisch gezien horen jullie mij gewoon ook leuk te vinden. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar ik kan dat wel relativeren. Zo. Ah ja, het is exact wat gezegd eigenlijk. Hè, ze lachen nu niet meer mee, maar straks zitten er misschien een paar grappen in waar ik mee heb geschreven. Dat is dus. Dubbel pijnlijk als die dan ook niet werken. Ik zou af en toe gestemd zijn. Zie je wel? Vanuit de coulissen. Ik ben wel grappig. Dat is mij. Je hoort hier tranen. Ah, maar de trouwens heeft het zo af en toe wel benoemd. Ja, deze was... Ja. Lul. Als dat grap niet werkte. Maar ook als die wel werkte. Als die niet werkte, ja, die was van Jan. Maar wel fair, als het werkte, zei ik het ook wel. En ik herinner me ook nog, tijdens de try-out was er zo één mop die ik dan ter plaatse had bedacht. En dat was zo grap waar we zo lang over aan het denken waren, waar we geen closure op vonden. En ik zei iets en dat werkte dan super hard. En ik liep naar de coulissen, maar uit enthousiasme. Jan, ik heb de mop wel gemaakt. Ze is me echt de backstage komen halen. Kom. Die grap nog eens verteld. Echt waar. Ja. Maar al dagen op die mop. Dat ging over Bitcoin. Over Dagobert Duk, dat hij vroeger altijd...
Dat hij altijd zo in dat ding sprong, in zijn geld. In zijn geldpak. Maar bij Bingo, dat fucking USB-stick. Dus we hadden al zo strippers dat je een USB-stick gooit. En dat hij nu sprong en dat hij zijn nek breekt. En dan... Wat zei ik op het einde? Ik weet niet meer. Die grap is er trouwens terug uit. Hè. Dat was alleen grappig die avond. die avond werkte. Ah ja, het wordt fagra. Maar binnen heel die dingen, dus dan ligt er een dode Dagobert Duck en door Bitcoin. Basically was dat de joke. Nou, was een goede dag. En hij was van achter. Jan, kom. En echt tegen de mensen. Het was goed. Was ja, heel gênant eigenlijk. Zo'n klein kind dat zijn papa gaat halen. Papa, kom! Maar hij is ook al vaak afgegaan soms. Alleen nooit echt bij publiek, hè? Bij publiek is hij wel solid. Wat ik tof vind aan Jan is, daarom werk ik ook, denk ik ook goed samen. Hij is ook heel breed. Het is, basically, hij is gewoon white, hetero, male. Snap je? Dus ja. Jij kijkt gewoon naar hem en hij is relatable. Dus zijn humor is heel leuk, laagdrempelig, tof. En zo probeer ik mijn comedy ook wel te doen. Zo iedereen moet kunnen volgen, dus dat werkt wel. Maar het moment dat hij moet spelen voor mensen die niet die oud, white dingen... dan bomt hij. Dat zijn mijn lievelingsoptredens. Omdat ik weet dat hij 3 dagen moet bekomen van de stilte. School, een paar schoolvoorstellingen. Ja. Man. Dan sta ik daar solliciteren, ken je dat? Allemaal gastjes van 15 jaar. Oh, dat is... Ken je dat als jouw vrouw van 15 jaar... Het is er getrouwd, hè, Jan? Ik ben al 20 jaar samen met een vriendin. Ken je de frustraties na 20 jaar huwelijk? Nee. Dan hoor je gewoon mensen staren. Dat kun je blijkbaar horen. Oh, dat is... Ik weet dat ik ooit een keer hier in Vlaanderen moest ik spelen... ook echt 's ochtends om 10:30 voor echt 150 leerlingen van, en ik vergeet nou hoe het noemt, het is een beroepsopleiding. Ja, het beroep, BSO, het LSO, denk ik, BSO, weet ik wat. En ik had daar ook inderdaad zo, maar ik kan helemaal niks met deze jongens, want ik heb 0 raakvlakken. Ik kan van mijn auto alleen de kleur benoemen. Zij weten exact hoe je hem uit elkaar moet halen en in elkaar, weet ik wat. En toen was het ook nog degene die na mij zou spelen. Want ik zou een kwartiertje doen of zo. En na mij zou iemand nog 3 kwartier doen. Die was te laat. Mm. Dus de organisator, die zei, ja... hij belt net, ik moet hem nu af gaan halen van het station. Dus rek even. Oh nee. Dus ik moest een kwartier en ik heb uiteindelijk echt 1.5 uur, 35 minuten staan spelen voor die jongens. En het was nog wel oké met improv en weet ik wat. Maar dat is ook... Ja, dat is doodgaan is dat soms. Ja. Zeker als ze terugroepen, want dat is ook wel soms. Hè. Dan zeg je iets en iemand roept van achter je... Niet grappig! Dat is niet goed voor je vibe. Nee. Of als je zo stil is dat je echt hun hartslag hoort. Ik zweer, ik heb wel eens zo'n hartritme-variatiestoornis gehoord. Zo stil was het in de zaal. Ik denk, ja, jij moet naar de dokter, vriend. Maar hoe is dat voor jou, Kamal? Als jij, want voor mensen die jou verder niet gegoogeld hebben, je bent van Marokkaanse afkomst. Mm-hmm. Hoe is dan voor jou als jij voor... juist wel een typisch oud, blank, Vlaams publiek staat. Gewoon abonnementhouders in een cc, allemaal een jaar of 60. Ja, in het begin was dat fucked up. In het begin speelde ik zo... Ik deed zo mee met Gerop Stenner, dat is zo'n traject. En dan speel je zo wat voor jonge mensen, stedelijk. Dus een beetje min of meer dezelfde referentie. En dan ben je wel funny. Maar ik herinner mij nog dat ik eens 1 keer moest spelen bij Joost van Hift in zijn kerk. Daar, dat klooster. Ja. In het klooster. Ja, een comedian in Vlaanderen. Die had een klooster met zijn eigen comedyclub. Ja. En daar ben ik zo afgegaan. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt buiten Antwerpen speelde. En daar ben ik even heel hard met mijn voeten terug op de grond gezet geweest. En daarna had ik een manager, Fove, die heel veel in West-Vlaanderen doet. Dus dat is vooral haar primaire afzetmarkt. Dus ik heb daarna 2 jaar lang in West-Vlaanderen gespeeld. Maar West-Vlaanderen, ja, ik weet niet wat daar de juiste referentie is voor in Nederland, maar dat zijn... ik ben daar ook maar een Marokkaan punt. Dat zijn mensen die gewoon heel hard werken en die willen gewoon ontspannen. Dus ik heb daar heel vroeg moeten leren wat daar zo de referenties zijn, welke humor ik moet gebruiken, hoe ik dat ook moet trainen met mijn afkomst. Want in het begin ga je zo hard af dat je eigenlijk automatisch
naar Marokkanen jokes begint te gaan. Dat je heel stereotype, omdat je gewoon die lach wilt hebben, omdat je mensen hun avond niet wilt verpesten. En op die moment, ja, je voelt je er dan wel slecht bij. Dus die 2 jaar dat ik in West-Vlaanderen heb gespeeld, was voor mij eigenlijk het moment dat ik gedrild werd. Ja, maar man, dat is... Want West, voor Hollanders, West-Vlaanderen komt wel vaker voorbij als ik Vlamingen te gast heb. En ik weet het zelf ook, het is niet per se de makkelijkste regio van Vlaanderen om te spelen. Het is in Nederland goed te vergelijken met West-Friesland. Dat is hetzelfde type mensen en het is ook gewoon hard werken, nuchtere mensen. Het waait er altijd, het is kut weer en er is verder weinig te doen. Ja. Tenzij je een fetish hebt voor koeien, dan is het Valhalla. Paradise. Maar het is een heftige omgeving. En waar, nou, in Vlaanderen ligt het racisme nooit zo heel ver onder de oppervlakte. En daar al helemaal niet, volgens mij. Nee, ja, daar moest ik wel wat rondwerken. Plus, ik ben heel vroeg, heb ik mee mogen doen met de slimste mensen. Dus ik zat in de finale van Humo's Comedy Cup, die Lucas Lilly heeft gewonnen. Ik mocht daardoor heel vroeg in de slimste mens zitten, maar eigenlijk was dat te vroeg voor mij, vind ik achteraf bekeken. Hè. Op dat moment ben je gewoon blij dat je mee mag doen. Je denkt, ik ga deze kans nooit meer krijgen, dus ik ga die nu grijpen. Ja, ja. Maar de mensen thuis die dat op televisie zien, die denken, hij is op tv, dus hij heeft waarschijnlijk al jarenlang een traject erop zitten. Ja. He made it as a comedian, daarom zit hij hier. Maar dat was bij mij eigenlijk niet. Ik was gewoon tof en vlot en dat vonden ze wel leuk. En bij de slimste mens denken ze niet per se, is hij een echte comedian voordat je comedian mag noemen? Bij hun is eigenlijk, ik vind bij de slimste mens, diverse noemen ze daar gewoon comedian. en dan heb ik mee mogen doen. Maar dus als ik ergens ging spelen, was ik wel die gast van de slimste mens. En in de slimste mens was ik wel funny, ja. Maar ik was gewoon wie ik was. En moest ik daar ineens, deed ik mijn usual ding, zo urban, stedelijk en dingen. En dat werkte niet. Want hoe lang speelde je toen nog weer? 2 jaar. Dus ben je als comedian ben je echt net... Nee, ja. Ja. Net begonnen, ja. Net 8 minuten misschien. Ja. Ja, dat was dat. Ik werd al overal geboekt voor een kwartier. Dus ik vond van mijn eigen dat ik maar 8 goede minuten had. Dus ik vond sowieso al van die kwartier was dat al sowieso 7 slecht, volgens mijn standaard. En volgens de mensen voor wie ik speelde, waren die 8 minuten ook slecht. Voilà. Dus zo heb ik 2 jaar geploeterd. En ik vond zo... Ik weet niet of je naar Dragon Ball Z hebt gekeken... Nee, maar zo altijd als er een grote vijand was, dan moest Goku en ook Vegeta ging die altijd naar de Hyperbolic Time Chamber. En dan daar is 1 seconde is 1 jaar in de echte wereld. Of nee, 1 jaar daar is 1 seconde in de echte wereld. Dus die moesten trainen en na die 2 jaar kwamen ze eruit en dan was hij ineens super sane. Anyway, maakt niet uit, maar dat voelde dat wel voor mij. Toen ik daar, na die 2 jaar, toen ik daar doorkwam, had ik zo wel door, oké, dat vinden mensen in Vlaanderen grappig, dat niet, dat wel, dat niet, dat wel. Daarom durf ik ook niet meer in Nederland te spelen. Hè? Omdat ik heb meegemaakt wat dat doet als je mensen niet snapt of niet kent. Ja. Maar daarna begon ik wel echt deftiger aan mijn comedy skills te werken. Omdat ik dan door had wat ik allemaal fout deed. Dus de eerste 4 jaar was gewoon sukkelen. Het was echt gewoon sukkelen. Dat was hard, ja. Ja, maar dat zal voor jou niet anders zijn geweest, Jan. Nee. Dus niks nadelen voor jou. Maar jij bent ook gewoon alle plekken zo'n beetje afgegaan, volgens mij... De conciërge van de comedy. Ja. Ja, nee, maar spelen. En ook nog eens, wat we net al zeiden, jij bent gewoon toegankelijk en een likable guy, dus ook heel veel geëmc'd, want dan heb je de vloek die jij, ik en Bas Beerker delen. Ja. je bent de toegankelijke white guy die, dat kan overal wel. Ja. Maar dan kom je ook op, wat is jouw heftigste plek uit die begintijd? Mijn begintijd... Of de tijd daarna, dat mag ook. Goh, we zijn zo... Ja, toen ik pas begon te MC'en, ik wist gewoon niet wat ik aan het doen was, ook niet. Dus dikwijls avond, ik denk dat ik de eerste keer met Xander de Rijken mocht spelen, Merks en Doc, wat al op zich een redelijk stug publiek is. En ik kreeg gewoon niks klaar. Gewoon geen enkele lach, geen glimlach, geen gniffel, niks. En dan is hier. Maar dat was wel een speciaal avond. Dat was met Sepp het Toren was. En Sepp is op een bepaald moment, die deed voor de pauze, 3 kwartier. En ik kondig hem aan. Ik verontschuldig mij al bijna. Zoals Kruisel, sorry Sepp. En Sepp die begint te spelen en het lukt ook voor geen meter. Die heeft zich op een bepaald moment gewoon aan de rand van het podium gezet. Die heeft gevraagd, mensen, heeft iemand jullie het concept comedy ooit uitgelegd?
Ja, ze waren, ze zijn er veel avonden geweest dat het gewoon, dat het gewoon niet marcheren, dat het gewoon niet goed genoeg is wat je probeert te doen. Je maakt alle beginnersfouten die je niet meer kunt maken. Ja, maar toch, dat je zegt omdat het niet goed genoeg is wat je doet. Voor iedereen die in deze podcast te gast is, je doet wel iets goed, want anders kom je nooit op een punt dat het dat je er geld mee verdient. En ik weet ook hoe jij in het begin speelde. Dat was niet per se slecht. Nee, maar het kan wel soms slecht gebracht worden of dat je gewoon zelf niet weet waar je eigenlijk aan mee bezig bent. Gewoon dat je niet voelt wat het publiek voelt of dat je die spanning ergens kunt wegnemen of dat soort dingen. Dat je gewoon of door de zenuwen kan ook. Ja. Nou ja, dat uiteraard. En wat zijn jouw ervaringen met West-Vlaanderen? Eigenlijk goed. Ja? Ja, eigenlijk over het algemeen goed. Omdat Limburgers zijn ook zo'n beetje samen met West-Vlamingen het zwarte schaap van Vlaanderen. Daar wordt altijd mee gelachen. Dus dat schept op zich wel een band. Ik had standaard altijd, als ik in Vlaanderen speelde, een joke ofwel over Limburgers als ik in West-Vlaanderen was. Of in West-Vlaanderen was exact omgekeerd over Limburgers. Het was een hele lelijke grap, maar het werkte altijd. Ja, klopt. Maar daar begin ik altijd mee. Of dat wilde niet zeggen. Ik zou na moeten. Ik speel de laatste tijd heel weinig in Vlaanderen. Sowieso met COVID veel minder. Maar de laatste jaar. Nou ja, grap op zich, hoe dat die ging. Ja. Dat was iets van. Ik weet het alweer. In Nederland dat wij altijd vooroordelen hebben. Het vooroordeel van haha, alle Belgen zijn dom. Alle Belgen zijn jongens, dat is echt niet waar. Het is echt niet zo dat alle Belgen dom zijn. Het zijn alleen de Limburgers. Ah, zo, ja. En dan in Limburg, weet je, dat zei ik in West-Vlaanderen. En dan zei ik, en voor wie nu denkt, ja haha. Maar als je in Limburg speelt, dan zeg je vast en zeker West-Vlaanderen. Nee, dan zeg ik ook gewoon de Limburgers. Tegen de tijd dat ze het snappen, ben ik al lang weer thuis. Niks aan de hand. En in West-Vlaanderen deed ik dat exact omgekeerd. Ja. En als ik in Oost-Vlaanderen, dan was het ook weer West. Kies maar. Ja, het was echt zo. Okay. Ik zat het equivalent van een player die zo altijd dezelfde versiertrukken gebruikt. Tuurlijk, maar ik had zo vier. Zo, okay, dus Antwerpen, Limburg, West- en Oost-Vlaanderen. En met die vier kon ik gewoon schuiven. Fill in blank. Nee, ik benoem dat wel meestal als ik zo in West-Vlaanderen speel of zo. Dan begin ik onmiddellijk met te zeggen dat Limburgers en West-Vlaanderen elkaar goed verstaan. En dan is het, ah ja. En dan heb ik al direct krediet of zo, ik weet het niet. Maar op een of andere manier pak ik het dan wel. Okay, cool. Maar ja, West-Vlaanderen kan ook wel een bitch zijn. Zeker die pinzenkermissen. In de zomer dan een grote partytent buiten tijdens de kermis. En alles staat open, mensen gaan binnen en buiten, mensen zijn nog een stuk varkensgebraad aan het eten en jij staat dan op een podium met maar één speaker, kinderen die daarover zitten te roepen. Dat heb ik heel vaak gedaan. Maar waarom? Dat is hel. Waarom heb je dat? Er komt na de eerste paar een punt dat je zegt, dat moeten we niet meer doen. Ja, ik wou het nooit doen, maar ja, op dat moment is er de jongen, je doet gewoon wat er je gezegd wordt en waar je mag spelen en je bent blij dat je mag spelen. Achteraf ben ik er wel blij mee dat ik een MC'en. Spelen in West-Vlaanderen heel lang en MC'en. Als je als comedian wilt groeien, dat zijn de twee dingen die je moet doen. Dus achteraf ben ik wel heel blij. Maar dat was fucking shit. Ja, maar dan sta je dus gewoon op een kermis met gewoon gezinnen. En ook nog de herrie van een kermis met apparaten en machines en attracties. En ook de mensen die ook in kermisvibe zijn. Dus je vertelt een mop, hè. En dat ging dan zo. Ik zei, ik ga geen Marokkanen grappen meer vertellen. Niemand van achter. Doe Marokkanen grappen! Oké dan. Ja, oké. Okay. Ja, op dat moment wat moeten doen. Ja. Dus dat vond ik heftig. En dat was ondertussen ook met al die druk, hè, van mensen die je op tv hebben gezien. Van ook comedians die zeggen van, oh, amai, het is wel heel erg snel. Ja, ik vond dat eigenlijk ook. Ik vond dat eigenlijk ook allemaal heel erg snel. Maar ja, wat kunnen we dan op dat moment doen? Gewoon ploeteren, hè, en hopen. Dat je het dan kunt bevestigen op een of andere manier. Hè? En anders ga je gewoon heel braaf terug naar buiten via de achterdeur. Dat kan ook altijd. Maar zou je achteraf gezien een rustigere opbouw in je carrière willen hebben gehad? Achteraf gezien zou ik qua comedy, qua optreden, zou ik hetzelfde willen hebben gehad. Ja. Maar wel in ignorance. Dus ik zou niet bewust nu terug dat soort optredens willen doen. Hè? Maar ik zou wel dat traject hebben gehad. Maar ik zou wel veel later op tv willen zijn gekomen. Nou, absoluut. Absoluut zelfs. Ja,
De eerste jaar waren echt niet leuk, omdat ik wist niet wie ik zelf was, want je bent zelf nog maar 2,23. Dus je bent jezelf nog aan het ontdekken, terwijl dat is superbelangrijk voor een comedian om een soort van POV te hebben, point of view te hebben. Dus dat had ik niet. Ondertussen ben je nog door iedereen geïntimideerd en overdonderd. Iedereen heeft een mening. Iedereen zegt, werk niet met de die, werk met de die. En dus je wordt de hele tijd... Mensen denken dat omdat jij op tv komt, dat jij zoiets heel pretentieus hebt. Terwijl ik was alleen maar onzeker en heel de tijd aan het denken, fuck, ik ben niet goed genoeg. Dus dat staat allemaal... Al die druk moest ik erbij pakken, terwijl ik eigenlijk zelf gewoon nog als comedian wou groeien. En dat was wel heel heftig. En achteraf gezien heeft dat wel ervoor gezorgd dat ik nu wel goed met die druk om kan. Maar op dat moment, als jongen van 2, 3, 24, vond ik dat echt niet leuk. Ik vind die 2, 3 jaar van comedian zijn niet leuk. Allee, ook omdat iedereen zei dat ik geen comedian was. Maar goed. Dat is ook, hè, door die fase gaat ook door. Hè, ja. De eerste 4, 5 jaar zit dat niet. Nee, ja, het lijkt me inderdaad heel heftig. Zeker als je ergens komt en je merkt dat het niet lekker gaat. En dan ben je net 2 jaar bezig. Dus je hebt ook niet de skills om ermee om te gaan. Om daarmee om te gaan. En je voelt wel ook, denk ik, de druk van het publiek. Ja, maar die kennen we van tv. Ja. Dus dat moet... En je voelt die teleurstelling zo. Je ziet dat mensen kop. Pff. Was het dat? Ja, oh, zo dat, zo die kop zo. Dus daar, of je hoort die zo praten met mensen daarnaast. Van op tv was dat toch leuker. Zo, je zag dat, je voelde dat aan alles. Dat was echt niet, ja. Dus om het in podcastsfeer te hebben, wat was je slechtste optreden? De eerste 4 jaar. Week na week. Week na week na week. Hey, Wouter hier. Te gek dat je Elektra luistert en kijkt hier op YouTube. Om te zorgen dat meer mensen Elektra te zien krijgen, is het heel fijn als je even abonneert, een duim omhoog geeft of een bericht achter te laten hieronder in de comments. Bijvoorbeeld dus wat je favoriete donut is, want Kamal was ooit mede-eigenaar van een aantal donutzaken. Vind je Elektra tof? Doe dan een kleine donatie. 1 euro, 5, een tientje, een half miljoen als je Siewert van Linden bent. Net wat jij kan missen. Of word crewmember. Dan maak je maandelijks een klein bedrag over in ruil voor toffe extra's. Zet de video even op pauze, ga naar elektrapodcast.nl en regel het nu nog. Ik wacht wel even. Oké, snel weer verder met Kamal en Jan. Volgens mij is het omgekeerde. Ik weet niet hoe dat bijvoorbeeld voor jou is, Jan. Wij hebben allebei niet in onze eerste 2 jaar gelijk grote tv-dingen gedaan. Pak maar de eerste 10 jaar. Ja. Hoe lang ben je bezig gaan? 10 jaar. En kom je dan ook wel eens op tv? Nee, dat niet. Hij is wel eens op tv geweest, maar ik dat vooral vertel. Ah, ja. Maar ik ben al veel te veel aan het lullen. Genius. Ze gingen Beste Kijkers. Ik weet niet of dat programma in Nederland bekend is. Of is het bestaat volgens mij ook wel in Nederland. Ik heb een heel slecht beeld van Nederlandse tv. Maar vertel even. Wat panelprogramma over de actualiteit, denk ik, ja. van die week. Zoek wat funny video's op internet. Of en dan praten dan 4 BV's, maken daar wat mopjes over. En ze gingen ook 1 aflevering maken, speciaal de laatste aflevering van seizoen 7 of weet ik veel wat, met onbekende Vlamingen. En toen waren ze bij mij op een of andere manier terechtgekomen. Tot een tv-debuut. En toen mailden ze naar Tom Bertels van Live Comedy, die ook mijn boeking en mijn management doet. Van ja, we zouden Jan die graag, is hij nog vrij op die datum, voor Beste Kijkers. En Tom antwoordt, zijn jullie zeker? We hebben het toch over dezelfde? William Boeva was ook nog vrij? Ja, je hebt William Boeva verkeerd gespeld. Genius. Manager, eerste keer dat tv komen. Zeker? Maar wacht even, wat is er met management in Vlaanderen aan de hand? Want jouw manager stuurt je naar kermissen om buiten te staan. Ja. Nee, toen niet was een andere. Deze zegt, ben je zeker? Ja, dit is echt supergoed. Maar hij moet toch een beetje kennen, dus het past wel. Dat is exact de reactie die bij hem past wel. Ja. Hij kan niet goed mailen. Hij is een lieve gast. Super lief. Maar zijn mailskills. Hij is te eerlijk. Te eerlijk is volgens mij sowieso een hele slechte eigenschap voor een manager. Ja. In media gewoon. In media is hij een slechte eigenschap. Zeggen wat je denkt is heel stom. Ben je zeker? Mijn tv-debuut. Maar je hebt dat nog wel goed gedaan, hè? Het was wel oké. Okay. Ja. En is daar nog iets uitgekomen of niet? Nee. Ja, dat was ook een eenmalig concept. Ja. Daar kwam ook wel reactie op van... we kennen die mensen niet. Van het publiek dan.
Nee, dat is het idee van een show met onbekende mensen. Voilà, dat was, voor hun was dat een experiment, maar ik denk niet dat ze hebben dat niet meer gehaald. Ja, zeker VTM, dat is heel BV-minded, hè, dus ze willen heel bekende mensen zien. Ja, een commerciële omroep hier. Ja, want dat publiek, dat was nog zoiets. In de studio, het publiek wist ook niet dat het een aflevering was met onbekende mensen. Ze zaten er allemaal klaar met het gsm voor selfies. En die teleurstelling in die mensen in de ogen vergeet ik nooit. Het publiek is nooit zo snel terug weggegaan. Maar wat een... Security had geen werk die dag. Een dom idee ook om dat niet te melden. Ja. Oh, wat verschrikkelijk. Maar die zijn wel gescreend geweest en zo. Hè? Dus je wist wel dat funny people waren. Ja, een screentest gedaan. Dus dat op zich is wel al een bevestiging. Een screentest gedaan en daar, toen mailden ze naar Tom voor te vragen van ja, Jan is erbij. Nee, zeker. Oh. De reden dat ik het ook vroeg, omdat jij hebt eigenlijk, Kamal, het rare concept gehad dat je bekender was en in de ogen van het publiek beter was dan dat je op dat moment was. Mm-hmm. Want net gewoon beginnend. Ja. Terwijl volgens mij de meeste comedians, zeker die eerste paar jaar, gewoon oogklep op en denken dat ze al geweldig zijn. En haast denken, waarom kom ik niet op tv? Want hey, ik heb 36 optredens gehad en ik ben nu gewoon de shit. Ja. En dat is denk ik meer het reguliere pad, zeg maar, wat je moet hebben. En dat je gewoon lang blijft ploeteren tot je op het punt komt. Oké, maar nu kloppen de verwachting en het beeld van het publiek ook daadwerkelijk met wat ik kan. Mm-hmm. En dat je daadwerkelijk ook goed bent. Maar heb jij dat gehad in je eerste jaren, zeg maar, dat je dus zelf denkt, nou, hoppa, ik heb finale culture comedy nu gedaan. Nu heb ik iets. Of ik ben op tv geweest, nu gaat mijn carrière rollen. Daar ben ik altijd eigenlijk misschien te nuchter in of zo. Ik heb nooit gehad van, ik besefte wel dat zo'n culture comedy award, dat geen Leids Cabaret Festival zo was wat je won of zo. Dat had ik wel door, dat er nog een traject volgde daarna. Nu zijn we gelanceerd. Dat heb ik altijd, ik heb altijd wel gehad van, oké, ga gewoon moeten blijven werken en op een bepaald moment gaat het wel komen. Als het niet zo is, dat is gewoon het teken dat ik niet goed genoeg ben. Dat is altijd mijn insteek geweest. Maar dat is niet, dat zeg ik hem ook altijd. Zo werkt gewoon media to court. Dat is, je moet mensen kunnen plaatsen. Dus redacteurs, die hebben een panelprogramma en ze moeten, dus de mensen thuis of in het publiek, die moeten in één oogopslag kunnen zien, dat is dat soort mens, die maakt dat soort grappen, die moeten dat direct kunnen plaatsen. En dat heb ik niet. En dat is misschien een nadeel van zo toegankelijk en breed te zijn, is misschien wat jij ook hebt. We hebben geen uitgesproken profiel of zo. We zijn zo, daar ben ik de boy next door. Of Hij is veel beter dan heel veel mensen die op tv komen. Hè. Dat zeg ik nu niet omdat we samenwerken, maar daar geloof ik rotsvast in. Ja, maar dat en ik duw hem ook heel vaak. Dat durf hij niet zeggen, maar ik wel. Ja, ja en dat is alleen dan bijvoorbeeld in het begin, ook weer in het begin van mijn carrière, iedereen zei dat ook, hè, dat jij bent niet goed of jij moet dat niet zijn. Maar, en dan zijn er ook heel veel van, je bent alleen maar doorgebroken omdat jij een allochtoon bent. Ik denk, duh. Allee, dat is net de essentie. Ja, want ik heb een uniek verhaal. En het feit dat ik dat uniek verhaal in humor kan omzetten, is genoeg. Er is heel veel concurrentie. En ik zei tegen de eerste, er is heel veel concurrentie. En jij, witte man, jij bent niet grappig genoeg om de concurrentie aan te gaan. Comedy is het enige beroep waar het feit dat je een witte, hoogopgeleide, hetero man bent, een nadeel is. Dat is voor de rest overal ter wereld, en dat is heel oneerlijk, maar is dat in je voordeel? En bij comedy is het super kut. Hoogopgeleid, dat is denk ik nog een voordeel. Dat vind ik de appeal van Michael Van Peel bijvoorbeeld. Die gast is super slim. Ja. En mensen zeggen, dat is nu een hele slimme mens en hij kijkt nu naar de actualiteit. Dus ik denk dat ook dat weer. En hij heeft zich ook zo, Michael is een slimme mens, heel kritisch. En hij heeft daar zijn USP van gemaakt. Maar eigenlijk is een comedian. En ik vind dat ook, maar misschien is dat de economie mij. Ik vind dat artiesten tout court, ze vergeten te weinig dat we nog altijd in een economie leven. Mensen hopen te vaak dat hun artistiek talent of hun eigen visie op hun artistiek talent sterk genoeg moet zijn om daar geld mee te verdienen. Maar als je daar niet commercieel over nadenkt of je niet duidelijk profileert, waarom zouden ze u dan kiezen? En ik vind dat Michael, bewust of onbewust, dat heel goed gedaan heeft. Hij heeft ook heel goed zijn pad gevolgd. En hij heeft eigenlijk gekozen waar hij goed in is en hij heeft dat heel goed naar buiten kunnen brengen. En dat doen mensen wel te weinig. En wordt jij ze veel te bescheiden. Ja, want wat jij ook, zeg ik ook altijd tegen je, maak dan een avond filmen over hoe fucking normaal dat jij bent. Je gaat daarmee. Ik vind dat te weinig gebeurt. Maar voor al de rest
geef ik je helemaal gelijk. Die zijn fucking nadeel. Ik zei ook tegen hem, hè, hij zo, ja, alleen daardoor. Ik zeg, dude, laat mij heel mijn leven lang deftige sociaal-economische kansen krijgen. Laat mij naar de VDAB gaan. Laat me niet zo hard struggelen om naar de UNIF te gaan. Geef me dat allemaal en dan mag jij mijn carrière hebben. Geef dat aan heel de gemeenschap en dan krijg jij mijn carrière. Dat was ik niet, hè. Nee, nee. Ik wil dat hem. Ja, ik ken allemaal wat economisch. Ook zo de eindejaarsconferentie kijk ik ook... Ik ben ook heel rationeel of zo. Ik doe graag wat ik doe. En ik denk dat ik nu door hard te werken goed ben geworden. Ik vind mij niet een groot comedy-genie of zo. Maar ondertussen vind ik mij wel dat ik goed ben geworden. Maar ik bekijk dat ook heel... Alleen niet zakelijk. Ik bekijk me niet als een product of zo. Maar ik kijk waarom vinden mensen mij leuk... En daar probeer ik over na te denken en ook als de referentie te pakken. Want soms weet ik, mensen vinden leuk dat ik dat doe, maar ik voel me daar niet meer comfortabel bij en dan doe ik dat ook niet. Maar dat is wel bewust. Terwijl ik heel veel, eigenlijk wat jij zegt, heel veel mensen in het begin die doen hun shit en ze denken, ik vind dat leuk, dus ik ben genius. Ja, ja, ja. Maar er is een reden waarom dat je niet bent doorgebroken, effectief. Omdat niet mensen zijn uw mening niet toegedaan. En die reflectie is er te weinig, denk ik. En anderen zijn te bescheiden, zoals hij. Kan misschien ook wel zijn. Limburgers te bescheiden. Dat ik mij niet. Maar, maar is dat bij u niet? Want ik kende u wel, hè? Nog, allez, je kende mij niet, maar ik kende u wel altijd. Dus in de scene, in de comedy scene, ben je wel bekend. Dus je bent goed. Maar inderdaad, allez, je schrijft wel voor tv-programma's, dat ik heb gevolgd. Maar het is niet dat Wouter Monde de grote comedian is in Nederland. Nee, in grote zalen. Hoe komt dat volgens u? Goeie vraag, maar ik denk dat Jan en ik wat dat betreft bijvoorbeeld echt gewoon dezelfde handicap hebben. Ja. Ja. Omdat het een handicap binnen comedy is. Dus dat je een handicap hebben. Ja, ja, maar exact dat is het. Maar en gewoon heel toegankelijk en middle of the road en gezellig. Maar het springt er niet uit. En je kan dus een show, je kan mij of jou er altijd bij hebben. Goed als MC, als act, prima. Kan een show eventueel ook wel afsluiten. Dat is leuk, maar... Inderdaad, zeker bijvoorbeeld voor een tv-ding of weet ik wat. Ja, dan wil je iets uitgesprokens hebben of iets duidelijkers. En zeker bij tv zal een redactie ook zeggen... Oeh, maar dat is iemand met een andere achtergrond. Of dat is een vrouw. Of dat is een vrouw met een andere achtergrond. En ja, fiscaal, en ze heeft een ziekte. Nou, dat is... Zij presenteert. Dubbele bonus. Maar dat is wel... Maar ik merk bijvoorbeeld nu wel dat ik nu in mijn stijl... ben ik wat uitgesprokener aan het worden... En dat vind ik zelf ook heel leuk om te doen. En merk ik ook wel zo... Oh, wacht even. Maar ik merk dat eigenlijk op het podium dus ook beter werkt. Nee, ja. En dat ik dus mensen die mij dat horen doen op de radio... dat die daarom dus denken... Oh, maar dan gaan we ook naar ze avondvullende voorstelling komen. Ah, tof. Maar daar is het natuurlijk ook gewoon onderscheidend zijn. Voilà, ja, ja. Op wat voor manier dan ook. Effectief. Want jij bent al die tijd volgens mij ernaast blijven werken als zandstraler... Nou, ik ben gestopt op 1 maart 2020. Oh, wow. Timing is niet mijn sterkste kant. Oh, dat feestje heeft langer duurd. Oh. Kamal, ik ga springen. Wacht even. Over, want dat is wel. Want ik weet dit verhaal. Jij bent, je had met je broer en je vader volgens mij een zandstraalbedrijf. En je bent altijd dat ernaast blijven doen. En ook nog comedy heel veel. En ook nog een gezin. En hoe de hel haal je overal die tijd vandaan? Maar over kansen en management gesproken. Ik weet dat jij ook ooit eens een telefoontje kreeg. Omdat jij dacht, dit wordt een grote kans. Dit wordt een grote klapper. Volgens mij ook een telefoontje van Tom Bertels. De organisator van live comedy. Ben je serieus vergeten? Want dit is zo'n goed verhaal dat jij gebeld werd. Volgens mij dus door Tom Bertels. Ah, nee. Ja, wie was het? Verhaal, nee, dat was Johnny Cadet. Johnny Cadet. Johnny Cadet. Ja. Ah, ook een groot managementkantoor. Ja, manager van Philip Goebbels tot voor kort. Tot voor kort, punt. Ja, doe verder. Maar... You go. FBI shit direct. Even terugspelen. Dus Johnny Cadet, ik speelde ergens op een show. Ik denk misschien zelfs met Philippe als voorprogramma, ik weet het niet.
En ik vertelde dan mijn jokes over Zandstra, ik had dat in mijn set verwerkt. En de pauze komt, Jody Kidé daar bij toe en zegt van, Jan, we moeten straks babbelen. En ik dacht van, wow, dat... nu gaat het gebeuren. En hij zegt van, ja, ik heb thuis een trap. Hoeveel kost dat om dat ding te Zandstralen? Eerst komen kijken, ik zei, meent u dat nu? Genius. Ah, wel een goede grap aan overgehouden. Twee jaar mee getoerd. Op Johnny's rug. True story. mijn set was aan de trap, echt waar het zijn luik is. Hij had zo van die houten luiken voor zijn ramen. Ik ben effectief daar bij hem thuis geweest, zo'n luik aan halen. Mee naar ons thuis gepakt, gezandstraat. En teruggebracht. Prijs gemaakt, nooit meer iets van gehoord. The story of my life. Super grappig. Funny as shit. Het is wel een goed verhaal. Allemaal dankzij Zandstralen. Yep. Maar het is wel waar wat Wouter zegt. Hè. Je hebt altijd zo aan je een plan B gehad, waardoor dat je nooit... Allee, ja, wie ben ik om dat te zeggen? Nu, Overigens, ik lach er heel hard om dat jij dus op 1 maart 2020 bent gestopt met je veilige plan B. Ik begon mijn plan B in november 2019. Ja. Toen ben ik begonnen met een opleiding tot sportmasseur. Dus toen de hele lockdown begon, ik kan niet meer optreden. En ik heb een contactberoep, wat ik ook niet uit mag oefenen. Ik heb hier exact helemaal niks aan. En nu dus weer, nu weer. Twee carrières die daar vallen. Twee carrières waar ik helemaal niks mee kan. Nee, mijn plan B, ik kan nog wel zand. Ik heb wel als zelfstandig comedian, heb ik ook mijn statuten laten opnemen dat ik mag zandstralen. Dus ik kan wel voor mijn broer nog gaan werken en dan factureer ik gewoon. Dus dat is mijn plan B. Ik ben super verward dat hij zijn boekhouding ziet. Ja. Wat doet hij allemaal? Hoe staat die gast? Je bent de Lidl van de bedrijfskunde. Hij doet alles. Je zou nog een show kunnen doen waarbij je gewoon op het podium dingen gaat zandstralen en... Wat Joost van Nieuwen deed met koken. Ja, maar dat hebben ze mij ook eens gevraagd. Maar ik denk dat mensen heel verkeerd beeld hebben van hoe Zandstraal zijn werk gaat. Ik heb zelfs meegedaan aan nog op tv-programma, hoe heet dat, Voor de Leeuwen of zoiets. Ze zocht ook nieuwkomers talent. En dan mochten we allemaal, echt met 40 deelnemers of zo, moesten we in Gent in de Centrale, denk ik, een setje spelen. En toen wouden ze van iedereen een portret maken. Toen vroeg ze, kun jij anders niet even komen zandstralen ook een stukje? Ik zeg, gast... Ik ga niet naar vracht. Dat is een vrachtwagen, dat kerel. Ga ik niet naar Gent rijden voor daar ergens het openbaar geworden zonder dat het afgeschermd is of afgebasht. Dat geeft stof, kerel. Ja, ja, ja. En geen klein beetje. Wat is de lastigste plek waar jullie hebben gestaan in je carrière? Ik wou zeggen in Vlaanderen, maar... Ik heb er twee. Het heeft allebei met elkaar te maken. Eén was de gevangenis van Beveren. En de andere was het FPC. En FPC staat voor Forensisch Psychiatrisch Centrum. Dus dat zijn mensen die uit de gevangenis komen, of die ze verplaatst hebben, omdat die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Vertel. Drie kwartier op mijn eentje, mocht ik gaan vullen. Dude, waarom heb je überhaupt ja gezegd? Ik dacht, challenge accepted. Ja, ik weet niet. Volgens mij is dat ook iets wat Tom geregeld heeft of zo. Hij heeft toen wel, ik denk dat ze gemaild hebben naar live comedy van ja, we zoeken iemand die daar kan spelen. We willen alles proberen. Was ook de eerste keer dat ze dat daar deden. En heeft Tom dat aan mij voorgelegd van, zie je dat zitten? Ik zeg, ja, fuck it, we gaan gewoon eens proberen. Want ik had al ergens in een gevangenis gespeeld. Dat was redelijk goed gegaan. In Oudenaarde was dat. Ja. Dus ik dacht van, ja, we gaan dit dan gewoon proberen. Hè. Ik bedoel, die mensen hebben misschien ook wel eens recht op wat ze ook gedaan hebben. Ja, ja, ja. Die hebben dus straf gehad. Precies. Maar dat was echt... Het voorprogramma was karaoke door die gasten zelf. Dus dat was ook zo'n polyvalente zaal, het gebouw zelf. Die mochten dan ook vrij rondlopen, dus dat is niet zoals in een gevangenis. Die mogen heel het gebouw eigenlijk vrij gebruiken zoals ze willen. Ja, ja, ja. Maar dat was pittig, want je kon daar gewoon geen joke afwerken. Want dat werd telkens wel iets geroepen door iemand. Een fiets ken ik! Dus ik tafelde mij daar drie kwartier doorheen. En op het einde kwam zo'n kerel naar me toe van... goed gedaan, jong. Geef hem zijn schouderklop. We hebben het wel niet gemakkelijk gemaakt. Maar je komt er ook aan en dat is ook wel absurd. Dus je moet alles al afgeven, gsm weg. En dan kreeg ik zo'n gsm en dan met zo'n grote knop op. En ik zei, wat staat? Ja, dat is de noodknop.
Wat noodknop. Ja, moest er iets gebeuren? Oh, kun je daarop drukken en dan komt wel iemand jou redden. Ook iemand? Ja, druk maar, er komt wel iemand. We zien wel. Is er geen begeleiding bij? Oh, wat ja, normaal gaat dat niet gebeuren, zegt hij. Heel geruststellend. Dus ik zat echt op te trainen met zo'n ding naast mij. Met zo'n veiligheidsknop. Oh, maar dan ook 3 kwartier. 3 kwartier. Ja, ik heb ze wel volgemaakt. En toen in de gevangenis met Beveren, van Beveren, dat was met Geron. Ik denk dat Geron het verhaal als in de podcast vertelde. Geron de Wulf, ik heb er zoveel opgenomen dat ik niet alle verhalen weet. Dat was maar echt verschrikkelijk. Want ik had dan als in de gevangenis van Oudenaarde gespeeld. En dat was eigenlijk nog wel tof. Het was Hans van Temse was toen de geluidsman. En Hans van Temse is in België is dat de eerste man die veroordeeld is voor moord met racistisch motief. Dus die deed daar de techniek. In het drankje in de klank. Dus dat was ook wel, komt er binnen van, ik ben Hans, ik ben Jan. Ik had helemaal niet door dat hij dat was. Want ik had die foto dan zo jaren terug wel eens in de krant. Maar wacht, hij was daar als gevangene en was verantwoordelijk voor de techniek? Ja, klopt. Oh, oké. Okay. Ja. Ik dacht dat hij veroordeeld was geweest, vrijgekomen en dat jou mee was als techniek. Nee. Hij zat nog in de gevangenis. Ik dacht al, dat is echt een hele rare keuze geweest om die dan weer... Stockholm. Met Marokkaan dan mee te toeren. Nee, dat ging nog oké. En toen dacht ik van, ja oké, dan pak die andere gevangenis die opdracht ook aan. Maar dat was heel andere. Oh, maar ook zo in je eentje. Heb jij ook wel eens gevangenissen gedaan? Ja, dat was leuk. Ja? Ja. Die hadden voor mij... Ja. Ik denk dat dat ook wortel was. Dat is zo'n half leven. Half... Ja, wortel ben ik niet geweest. Dat was een bever. Ik was een wortel geweest. Ik vond dat eigenlijk heel tof. Ik was al mijn avondvullende bezig. Dus ook hoe ik ben opgegroeid. En dat is heel parallel met hoeveel mensen zijn opgegroeid daar. Dus die vonden dat eigenlijk heel tof. Dat was wel heel tof. En daarna hadden ze voor mij brood gemaakt in een van hun workshops. Wij gingen iets anders in Beveren. Ja, dat was. Ik vond dat eigenlijk maar heel mensen leuk. Ze kenden we ook niet, maar ze kenden Geron wel allemaal. Van Foute Vrienden op de Oh ja, natuurlijk. En die gevangenisbewaker die zei al van ja, als mensen beginnen praten of zo of weglopen, dan moet je niks van aantrekken. Want ja, sommigen zullen niet eens Nederlands kunnen, maar dat zijn gewoon mannen van verschillende vleugels die elkaar nooit zien. En die kunnen nu samen aan activiteit, dus die gaan dat waarschijnlijk gebruiken om een beetje bij te praten. Goede start. Dus ik begin, echt, ik denk dat er 30, 40 man in het zaaltje zat en dat er 2 die aan het luisteren zijn en de rest boeit het niet. Ik heb echt deze gehad, hè. Ha, ha, ha. Oh, die... 5 minuten later. Dat echt iemand dat trift. Het publiek grappig is aan de comedian. En nog 5 minuten later. Wij willen Geron. Echt geroepen geweest. Maar ging Geron dan hard? Of? Geron, toen heb ik gezegd van oké, dit heeft geen zin. Ik was een kwartier bezig, ik moest een half uur. Ik zeg wel, hier is het al voor jullie. Ze riepen nog, we willen Jeroen. Ik zeg, het is Geron, boys. Maar ik zeg, hier is hij dan, Geron. En Geron begon zo wat impro en met die mannen te praten. Dat ging keihard. Ja. Geron begon aan zijn materiaal en dat viel ook gewoon kapot. Heeft zich wel een half uur erdoor gesparteld met zo wat impro en dan weer terug proberen materiaal en dan weer terug wat impro recht trekken. Maar dat is ook, ik bedoel, jij zegt terecht, hoe ik ben opgegroeid is parallel met hoe heel veel jongens daar zijn. Mijn materiaal vonden ze wel leuk. Maar want ik heb ook wel eens, ik heb 2 keer in een gevangenis gespeeld en beide keren hier in Vlaanderen. 1 keer voor volwassenen, maar ook 1 keer in een jeugdgevangenis. Ah, oei. Voor 19 jongens. In gewoon een betonnen zaal. Dat was de recreatiezaal. Maar daar hadden ze ook wel eens cursus of dingen. Maar dat was ook echt gewoon... Alles was beton en hufterproof. Er kon niks stuk. Dus ook totaal sfeerloos. Maar dus ook niks van wat ik vertelde... had ook maar enige raakvlakken met wat de jongens gewend dat waren. Dat probleem had ik toen ook. En ik moest een uur. Ik had ja gezegd op een uur. Oh. Dat voelt hij toch... Een snul als je buiten staat. En het ergste is van allemaal, hè, want jullie kijken nu allemaal naar jullie. Oh, erg, erg, erg. Maar jullie hebben eigenlijk wel dat 1 vrij uurtje van die jongens ook verpest, hè? Nee, die hebben zich geamuseerd bij mij, hè. Ah. Oh, nee, die hebben met mij ook wel lol gehad. Ah ja, oké. Okay. Ik heb een uur... Het was alleen maar erg voor jou. Ik heb een hele lange MC-set gedaan, want ik begon. En, weet je, ik merkte al snel, oké, materiaal werd niks. Of dan zet je een bit in en iemand roept weer iets. Oké, dit is ook alweer afgekapt, hier kan ik niet verder mee. Plus, ik had op dat moment helemaal geen uur. Ik had hooguit een half uur. Maar ik was geboekt
zo aan het einde van het seizoen, zo mei of zo. Zo wil je dan in augustus een uur komen spelen. En ik dacht, nou, ik heb de hele zomer en dan ga ik schrijven. Dan heb ik wel een uur. Natuurlijk heb je geen uur, want je kan helemaal niet spelen. Maar dat dacht ik. Ik was ook nog niet zo heel lang bezig. Maar ik had al heel snel de switch toen ik aan het spelen was. Oké, als jullie een uur lol willen hebben door een beetje mij te fucken. Ja, prima. We maken daar een sport van. Dan gaan we dat doen. Dat is ook goed. Ja. Ja, als jullie het daarmee leuk hebben, ik krijg nog steeds betaald. En aan het einde mag ik wel naar huis. Dus nou, prima. Iedereen blij. Ah, toen in de gevangenis van Bever was ook even, eerst die bewaker van, ja, ze gaan waarschijnlijk niet luisteren. Het tweede ding was, die zei, ja, Jeroen Linders was hier vorige maand, die is na 2 minuten weggelopen. Hey. Dus ik heb wel langer uitgehouden dan Jeroen. Hoe is dat ook, 2 minuten? Dat is zo, je hebt nog niet eens 30 hallo gezegd, hè? Ja, maar toen zat Jeroen wel in die periode, dat was af en toe deed van, oké, deze heeft geen zin, salut. Iedereen heeft zich optreden, schatsen. Bij mij ook. Oh, keiveel. Ja. Ik had dingen nog, dat herinner ik mij. Waar was dat nu weer? Dat was een try-out. Dat van Mechelen. Ja, maar dat was ook nog een ander. Ik weet dat jij Mechelen wilt, dat je dat verhaal wilt. Zeker. Maar wat was dat nu weer? Wacht, dat was Mechelen. En dan was er nog eentje. Ja, ik weet niet meer. Ach, juist had ik het. Maar Mechelen dus. Dat was een try-out en dat ging niet goed, punt uit. Dat was vlak voor de première, denk ik. Een vlak voor de première, ja. Was dat voor een oudejaars of voor gewoon... Oudejaars. Dat was voor de eerste... Eerste oudejaars. De oudejaars mocht doen. Ja. En dat was een wedstrijd van Humo. Ja. Die wordt, magazine. Waarom al Humo... winnaars van een wedstrijdje uit Humo, die mochten gratis dan naar Kamal een try-out. Een van de laatste try-outs gaan kijken. En de rest... Ja, dat is makkelijk, hè. Dat ging niet goed. En je weet hoe dat comedians doen als het niet goed gaat. Hè. Zo, net dan wilde naar het publiek gaan om zo... En hoe was het? In de hoop ergens nog wat bevestiging te sprokkelen. En een man die... Dus ik zat aan de toog. En Jan die zat daar. En ik dacht, wat zit daar Jan? Allee. En hij wist ook dat het niet goed ging. Dus je zou empathie verwachten. Hè. Allee, elke normale mens. Ik had wel goed gespeeld. En Jan zat daar. En Jan zat daar. Hij doet zo... Hey, Kamal. Hey. Dus ik dacht, oké, Jan is aan het babbelen, zij vinden dat goed. Of hebben constructieve feedback. Hè? Ja, en ik vertrouw hem. Hè? Ik ga naar daar. Die man zo... Kijk, de Kamal. Trok op niks. Weet je wie de aan de jaar zou moeten doen? Jan, deze man hier. Deze man. Hè? Hij snapt comedy. Belt naar de VRT en vraagt of dat ze wisselen, Kamal. Hè? Die Jan, die witworm over spreekt, dat is iemand van het volk. Hij snapt dat. Nee, charlatan. En één wat ik dacht was... Fucking Jan, waarom laat jij mij komen? Jij wist dat. Incasseerde complimenten. Waarom betrekt jij mij in deze bullshit? Dus en terwijl ik keek naar hem, ik nog in shock. Want hij betrekt mij in die... En kijk, ik ga eens kijken naar Jan zijn reactie. Ik dacht dat hij zo... En hij zo... Hij keek gewoon naar mij... Brede lach. Blij, ja. Asshole. Dat was zo maar goed. In die context. Dat was zo goed. Hey, première over een paar dagen. Ging echt niet goed. Hij ging gewoon... Jan is mijn referentie. Hè? Dus aan zijn lach weet ik wat voor publiek het is. Ja. Dus hij heel hard. Ik dacht... Nou, ik dacht, nu gaan we laten ontploffen. Ik dacht, ja, waarom laat jij mij komen? En dan ging die man weg. Ik weet nog wat hij zei op het einde. Zeg, en Kamal, salut, hè. En niet vergeten, hè. Stop ermee. Asshole. Nooit het beste was, toen was er nog een andere man. En hij zei, ja, Kamal, het was goed. Vooral die grap over die hooligans. Dat was een joke die ik verteld aan het voorprogramma. Ja, dat is het enige compliment wat hem kreeg. Dat was een van de grap van het voorprogramma. Ja, van die hooligans. En ik zo... Dat was van Jan. Oh. Ah. Jan is goed, hè. Jan is goed, hè. Dus... Oh. Comedy, maar houdt me heel bescheiden. Ja. Heerlijk. Ja, voor u wel. Soms is gewoon... De andere ziet sukkelen leuker dan... dat zelf comedy doet. Ja, dus ik heb heel veel slechte shows meegemaakt. En de laatste show van die tour heb ik toch aan het publiek gevraagd om die te applaudisseren. Hij heeft altijd zo'n een rap, rap intro. Ik heb dat verhaal gehoord. Ja, vertel. Hij had een rap lied om
als intro. En dan, als dat gedaan, applaudisseerden mensen altijd. En ik wist, als ik speel, gaat Kamal zich altijd omkleden in de kleedkamer. Ja. Ik zag hem zo weglopen, de coulissen, ik begin met set, blablabla. Ah ja, mensen. Kamal gaat zelfs beginnen met een rap. Niet applaudisseren, spreek af dat we niet applaudisseren als hij klaar is. Dus hij doet zijn rap, tada, en een muis stil in die zaal. En je ziet hem zo, serieus, dat is de laatste van de tour. En toen zag hij mij kapot gaan de coulissen, dat hij, oh, motherfucker. Ja. En tegen wat ik doe, tegen wat ik hem doe, soms doe, is hij speelt voor Closed Curtain. Dus hij speelt daar dan, en soms ga ik met mijn hand in, en dan knijp ik in zijn kont terwijl hij aan het spelen is. Ja. Dus hij zit overal te knijpen, te duwen en en jij ziet hem zo. Toen, dus ik was zendstraler en... Oh, maar ook met zo'n naaistreek om te zeggen, niet applaus. Hoe is dat voor jou? Want jij hebt niet gehoord dat hij dat zegt. Jij doet een ding wat je op zo'n moment al, weet ik veel, 40, 50, 60 keer hebt gedaan, wat elke keer werkt. En dan is zo'n zaal stil. Zeker in het begin. Dat doe je niet in het begin. Dat je op het einde niet applaus geeft tot daar aan toe. Maar in het begin denk je, fuck, dat is dat optreden. En dan begin ik, als ik zenuwachtig, begin ik sneller te spelen. Begin ik in een hogere stem te spelen. Dan skip ik ook jokes. Want sommige jokes zijn wel... Iedereen heeft dat. Op anderhalf uur heb je goede jokes. En je hebt jokes van half-half. Ja. Die skip ik dan, omdat ik sneller naar de grote lach wil. Dus hij heeft eigenlijk die mensen hun ervaring ook gewoon kapot gemaakt. Dat ik speelde dan ineens heel slecht. Want ik heb die ik heb dat energie... Ik heb geen script of zo. Hè. Ik heb gewoon een setlist in mijn hoofd. En elke show is anders. En als ik me niet goed voel, dan speel ik gehaast en interesseert het me niet. En dan wil ik gewoon weg. En dus dan, ja, hij heeft de tour gehypothekeerd. Ik denk dat we het gewoon moeten benoemen zoals het is eigenlijk. Maar dan ook, dan gebeurt dat en dan zie je hem kapot gaan in de coulissen. Ja, ja. Filmen. Maar toen wist ik nog altijd niet dat afgesproken was. Dus ik dacht op dat moment, hij geniet gewoon van mijn ellende. En dat vond ik nog oké. Ja, 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 dat is wat comedians doen. Ja, ja, voilà. Maar dus toen begon die zaal te lachen, toen had je wel door. Ja, dus en toen zei ik, wat is er? Ja, het moest wel, ja. Mijn gast. Een van mijn betere. Ja, maar meestal, ik vind meestal, zoals voorprogramma, als je zoal gezegd, goedenavond, en wat je dan terugkrijgt van de zaal, dan weet ik al wat voor show het wordt. Ja, ja, ja. Dan is dat zo, ja. Dat is oké. Okay. Ja, maar dat is niet alleen het voorprogramma, dat is ook als MC al. Als je, ja, ja. Ik kan het serieus, dat ik dan bij een show, als ik zelf speel, en ik hoef niet te MC'en, dat ik even kom luisteren hoe de reactie is als een MC zegt, hey, goeie avond. En dan hoor je gewoon het wordt er zo heen. Oh, oké, okay. dan dat nieuwe halve ding wat ik heb, ja, dat gaan we daar even niet voilà doen. Voilà. En dit oude, wat ik eigenlijk niet meer wil doen, dat gaan we dan misschien toch maar voilà even wel weer doen. Exactly. Dat is echt dat, hè. Mm. Dat is echt dat. Dat is toch raar, comedy. Is er één show die een van jullie twee kan herinneren waarbij je, weet je, dan kom je aan en heb je goede zin en denk je, leuk, we gaan een show doen. En dat je dus opkomt en zegt, hey, hallo. En dat je gewoon op dat moment, oh nee, jullie hebben hier... Oh ja. Ja, ja, veel. Heel veel. Dat zo, uw energy levels niet kloppen. Ja, ja, ja. Dus je toch een gast bij eerste rij in slaap gevallen. Ja, ook. Weet je wat het is? Naar het schijnt ben ik heel populair bij oudere mensen en vrouwen. Dus, ik word niet zo vaak herkend, maar ik zo de Desiree de Lille, dat is zo'n pannenkoekenhuis voor bejaarden in Antwerpen, heb daar weer fucking Justin Bieber. En... Justin Bieber van het rusthuis. Ja, niet normaal. Ik heb de titel van de aflevering, de Justin Bieber van het rusthuis. En die pakken altijd hun echtgenoten mee. En je ziet gewoon al alles. Hij wil hier niet zijn. Die Maragon, wat ga ik hier doen? En je ziet gewoon slaap inhalen. Je denkt, als ik hier dan toch ben... Dat is een dure slaap. Toch een slaap van €20. Nou, veel. Dat is meerdere malen gebeurd dat mensen slapen tijdens mijn show. Echt? Ja. Borstvoeding op de tweede rij. Hoe gaat dat? Ja, dat is juist. Dat was in Limburg. Ja, in Beringen. Ja, in Beringen. Baby, borstvoeding. Ik zei, wat? Nou ja, echt waar. Iemand die belt met werk. Heb ik ook al eens gehad. Ja, ik zeg het. Dat vind ik zo bizar. Je gebaart het inderdaad dat iemand aan het bellen is en dat je daar op het podium wat van zegt en dat iemand zegt, nee. Ja. Oh, makker.
Jij bent door mijn werk heen aan het bellen. Ja, maar ergens, daar komt een Vlaming mee naar boven. Ah, oké, sorry. Dat was heel belangrijk. Anders zouden we dat niet zeggen. Dus, Marokkanen. En gewoon negeren zo. En het zelfvertrouwen, dat is dan altijd... Zo, I approve, doe maar terug verder. Doe maar voort. Ja, ja, ja. En wat ik ook altijd haat, is elke show, en soms is dat bewust of niet, is er altijd één iemand die niet lacht en dat u wil duidelijk maken. Heb jij nooit gehad? Ja, 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 ja. Je ziet ook altijd die gast die niet lacht. Ja, zo. En die wilde dan doen laten lachen. Ja. Ja, dan blijft het. Dat is een wedstrijd die je niet kunt winnen. Ja, lekker boze blik, aan blijven staren. Oh, en dan blijft kijken, hè. Ja. En dan met elke goede joke veranderde die kijken. Of negeren. Oh, dat haat ik ook wel. Ja. Ja, veel meegemaakt, hè. Dat is het enige voordeel dat we zo breed spelen, hè. We hebben alle lagen van de bevolking in de zalen, hè. Dat vind ik wel tof. Ja, ja. Maar ik kan me ook voorstellen, zeker ook voor jou, dat het ook lekker is dat je gewoon altijd een voorprogramma mee hebt. A, dat je dus al weet hoe de zaal ongeveer is. Mm-hmm. En dat je dat kan, maar ook dat je op dat soort... Weet je, als je ergens komt en dat je denkt, oh, je ziet het publiek binnenkomen. Dat je in ieder geval met z'n tweeën bent. Voor mij is dat het grootste. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Hè. Alleen de tryout heeft daar heel goede redenen. Hè, omdat hij er dan niet is en dan kunnen we pingpongen. Maar eigenlijk tijdens de tour heb je dat eigenlijk niet nodig. Hè, want op zich... Omdat ik maak een show voor televisie. En daar moet het eigenlijk al vanaf het begin goed zitten. Terwijl het leuke aan een voorprogramma is dat je je eigenlijk kunt permitteren. Allee, de zaal is opgewarmd, dus je kunt eigenlijk een beetje surfen op de vibe. Maar eigenlijk, als je een televisieshow maakt, mag je daar niet van uitgaan. Dus in theorie heb je dat niet nodig. Maar de grootste reden waarom ik Jan eigenlijk altijd... Dat is nu het vierde jaar al, hè. Dat wij vijfde jaar... Is inderdaad eigenlijk gewoon vriendschap. Joh. Eigenlijk betaal ik hem om mijn vriend te zijn onderweg. Als er nog mensen zijn die van mijn vriendschap willen genieten. Hey, je deelt ook van alles. Hè. Je kent ondertussen kom je in dezelfde cc's. Je gaat ook altijd samen eten. Je kent elkaar ook beter en beter. Dus dat wordt eigenlijk iets sociaal. Ja, ja, ja. Je deelt ook... Je kent elkaar set door en door. Je bent ook eerlijk tegen elkaar. Dus... Voor mij is dat taal. Ik zou eigenlijk gewoon niet zonder... Ik weet dat wat meelig. Het is voor de sfeer. Ja, en ook, hij is professioneel as fuck. Hij is altijd op tijd. Allee, de laatste tijd wordt hem wat arroganter, maar oké. De laatste tijd... Dat is al zo, tijdens deze try-out moest ik zijn voorprogramma doen. Dus hij wou dat ik een voorprogramma deed voor zijn voorprogramma. Ja, ja, lach maar in denial. Dus ik moest eerst opkomen. En dan zeg ik, ja, dames en heren. En dan doe ik zo een paar mopjes. En ik zeg, het is een try-out, maar ook voor mijn voorprogramma. Is een try-out, dus dat klopt eigenlijk. Eigenlijk moet een voorprogramma gewoon zijn shit doen zodat jij deftig kunt voor die try-out. Iemand heel blij naast me te kijken. Ja, dat heb ik geregeld. Dus ik normaal doe het voorprogramma een goede shit zodat jij goed kunt try-outen. En zo, nee, Kamal, ik ga ook nog wat dingen proberen, maar ja, kun jij anders niet even wat inleiden? Deze dan... jongen komt niet op podium voordat hij gelachen is, vriend. Je draait je de klaak. Maar de eerste 5 minuten doe ik dan wat jokes. En het leuke was, het was wel wat spontaan dat ik het doe, hè, want ik snap dat wel. Maar dat doet inderdaad omdat je vrienden bent. Je wilt ook gewoon dat dat werkt. Hè. Ja, ja, ja. Allee, het is zelfs geen professioneel, maar hij is wel professioneel. Dus omdat hij zo professioneel is, gunt je hem dat ook allemaal. Hij eist niks op. Maar na een paar try-outs later, zegt hij zo heel stil zo... Zeg jij, Kamal, ga jij terug dat ding doen in het begin? Ja, ja, het is goed. Ga jij anders niet? Hè? Maar eergisteren, de eerste keer hij zei, ja, Kamal, je hoeft niet meer te zeggen dat het een try-out is. Ik ben er klaar voor. Het is oké. Okay. Kijk, ik op mijn eigen benen kan. Ja. Ja, je hoeft niet meer voor mij te werken, peasant Kamal. Doe maar jouw ding. Ja, doe maar. Dat is oké. Okay. Jij mag me nu gewoon aankondigen via de micro. Het is goed. Dank u, Jan. Dank u. Hoe snel dat die slavenrelatie zich toch opbouwt. Dat is niet normaal. Je blijft een migrant, zo maat. En erger. Wacht, dat is niet helemaal klaar. Oh, het gaat nog verder. Ja, ja. Mijn rider is zijn rider. Ah, dat is waar. Hij eet niet vegetarisch. En wij moeten dus in de rider zitten, wij eten vegetarisch. Maar ik eet wel vlees, het moet halal zijn. Maar ik heb de kracht om dat in mijn rider te zitten. Ja, ze zeggen, nee, maar we gaan vegetarisch eten. Dus wij eten nu altijd vegetarisch, overal waar we komen. Maar natuurlijk denkt elke theater, ze zullen nooit lasagne hebben gegeten. Dus wij eten altijd vegetarische lasagne.
Dus nu heb ik in de rider moeten laten zitten, vegetarisch, maar geen vegetarische lasagne. En het ergste is, hij was een paar dagen, kon hij niet meespelen. En toen kregen we nog vegetarisch. Dus zelfs wanneer Jan niet speelt, achtervolgt zijn dieet mij. Dus dat is mijn voorprogramma. Eigenlijk, mijn carrière staat in functie van zijn voorprogramma. Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik nog werk heb. Zodat hij heel comfortabel voorprogramma is. Hij kan elk jaar heel comfortabel 15 minuten maken. Hij heeft dat goed geregeld. En daarom is hij kunnen stoppen met zandstralen. Ja. Ik heb alles met een plan B, C en D. Top. Dankjewel, mannen. Graag gedaan. Is het gedaan, ja. Ja. Dat was hem, de Elektra Podcast met Kamal Karmars en Jan Linzen. Meer informatie vind je in de beschrijving van de video hieronder. Elektra steunen doe je via elektrapodcast.nl en zien waar en wanneer ik optreed doe je via woutermonde.nl. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende Elektra. Hoi!